Als iets een stekker of een accu heeft, dan gaan we dat bespreken, want zo zijn we dan ook alweer. En deze week heb ik voor jou de Fat 4. En je ziet het, dit is geen gaming laptop, dit is geen gaming pc, dit is een e-bike. En wel een wat dikkere dan je normaal gewend bent. Maar of het lekker rijdt? Ja, dat ga je niet zien. Wee. Dit is een zogenaamde fatbike van het merk Fat 4. En Fat 4 is een op en top Nederlands merk. En deze fiets wordt ook helemaal in Nederland gemaakt met nagenoeg bijna alleen maar Nederlandse onderdelen. De fiets ziet er niet alleen dik uit, dat is hij ook. En met maar liefst 27 kilo zeker geen licht dingetje. Dit frame wat je hier ziet is helemaal handgemaakt. En ook dit zadel met het diamanten patroontje is helemaal handgestikt. We hebben hydraulische schijfremmetjes voor en achter en de motor zit in dit geval hier aan de achterkant. Hij heeft 7 versnellingen. LED-lampje voor, gewoon achterlichtje hier. De accu kan los, dus kan je gewoon binnen opladen. Maar, zoals je hier misschien al ziet, dit is een 1000 watt limited edition. Hier zijn er niet zo heel veel van gemaakt en deze zou eigenlijk ook de weg niet op mogen. Want in Nederland mag je tot maximaal 250 watt. Deze heeft dus 4 keer zoveel vermogen. Ja, en dat voel je in alles. Deze Fat 4 heeft 9 verschillende standen in de trapondersteuning. En als je hem helemaal vol openzet, zou je zo 35 kilometer kunnen trappen. En zet je hem helemaal in standje 1, dan zou je tot 80 kilometer kunnen komen. Een fatbike heeft natuurlijk altijd een apart soort uiterlijk, lijkt meer brommers dan fietsen en ja, deze is natuurlijk niet anders. Deze gelimiteerde versie heeft een unieke kleur, kan je alleen op deze versie krijgen, extra spatlapjes hier al. Maar wat ik tof vind van deze ja, best wel kale e-fatbike is het extra bakje. Kan je er altijd extra op zetten natuurlijk en maakt hem toch weer net wat voller, net wat stoerder en het is nog functioneel ook. Ja, ik vind hem zelf heel vet om te zien, want zo'n ja, e-bike mag best wel een beetje stoer zijn. En ik ben blijkbaar niet de enige, want als ik op deze aan het rijden ben, dan zie je mensen echt hun nek verdraaien om te kijken van wat er nou voorbij komt zetten. Vind je hem mooi of niet? Hij is mooi, hè? Ja, mooi. Ja. Wil je een rondje? Mag wel. Pas op hoor, hij gaat hard. Ik fiets soms zelf ook hard, dus dat scheelt weer. Okay. Waar geef ik gas? Nee, het is een fiets, dus het is echt trappen. Het is fietsen, hij staat nu op standje 1, maar hij schiet vooruit, hè? Pas op. Oké, okay, ja. Oké, tot morgen. Doei doei. Oh ja, gelukkig. Hoe? Nou, fiets kwijt. Ben er klaar mee. Grappig. Dat is een mooi spul, hè? Ja, hij gaat heel... Althans, wat je zegt, hij schiet vooruit. Ja, je hoeft bijna niet te trappen inderdaad. Wauw, ja. Leuk ding. Wauw, leuk ding. Dat is een mooie conclusie. Ja. Ja. Qua speciale features kunnen we het eigenlijk best wel kort houden, want er zitten niet zoveel gekke toeters en bellen op, of eigenlijk ja, bijna niet. Je hebt versnellingen, je kunt hem aanzetten, je hebt hier een mooi displaytje die weergeeft hoe snel je gaat en hoe lang je trip is geweest, welke trapondersteuning je zit. En dit zit eigenlijk. Geen app, geen elektrische bel, geen GPS tracker, gewoon aan en gaan. Ik heb nu zo'n anderhalve week zitten spelen op deze Fat 4. Er zijn een paar dingen die ik echt fantastisch vind. Maar er zijn ook een paar dingen die ik iets minder vind sowieso. Ja, je weet het misschien wel van tevoren als je zo'n ding gaat aanschaffen. De fietshouding op deze, je ziet het al. Als je trappetje hoog zit, zit je knie, nou, ik wil bijna zeggen in je nek, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar hij komt best wel hoog. Je been kan je nooit helemaal strekken als hij naar beneden zit. Dus je hebt best wel een aparte fietshouding. En daar moet je wel rekening mee houden. En dat is op langere stukken natuurlijk niet heel erg prettig. En ja, trapondersteuning kan je het ook bijna niet noemen. Met een normale e-bike heb je dat natuurlijk wel. Word je netjes ondersteund in de trappen. Maar dit zijn eigenlijk meer gaspedalen. Een kleine omwenteling en je zit al daar aan het einde van de straat. Nou wordt het natuurlijk ook wel flink ondersteund met die 1000 watt accu die erin zit. Die heeft sowieso al 4 keer zoveel vermogen. Alleen het doseren van de trappen, dat is ja,
Dat is het niet. Het is gewoon gaan. Het is gewoon echt gaan. Maar die minpuntjes die wegen niet op tegen het plezier wat je hebt met deze bike. Ik heb er afgelopen week een aantal mogen testen. En het viel me op als ik af en toe gewoon even een pakketje moest ophalen bij de supermarkt. Of even wat kleins moet gaan halen. Dan pakte ik altijd deze. Want dit is fun op twee wielen. Het gaat als een raket. Het is een mooie fiets. Het is een eyecatcher. En het is gewoon ja, perfect voor kleine stukjes van A naar B. Ik ben misschien zelfs wel een beetje verliefd op deze. Als je wil weten hoe plezier op twee wielen eruit ziet, nou hier staat hij, deze Fat 4. Ik heb de afgelopen anderhalve week echt zitten te genieten op dit ding. Je gaat er misschien niet de Tour de France op rijden, dat zou ik jou ook niet aanraden. Maar als je de blitz wil maken en goed van A naar B wilt komen, ja, dit is een hele fijne hoor. Ik wil nu heel stoer wegrijden, maar hij staat uit. Dus moet ik trappen. Heb je vragen over deze Fat 4? Drop die dan onder in de comments. Dan ga ik mijn best doen om ze allemaal te beantwoorden. En vond je dit nou een fijne video? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. Kunnen we meer van dit soort video's maken? Dat vinden wij rete leuk. Want dan kan ik trucjes doen. Bijvoorbeeld fietsjes. Kijk, wie niet had ze. Goed, ik ga weg. Doei.